Blijft een leuke film. En ik heb in de reclamehoofd geëdit. Het is zondagochtend. Ik ben al aangekleed en opgemaakt. En ik heb deze top aan. Selected Fembroek Mango's Guess Sneaker Wedges. En ik ga even ontbijten. Tijd voor ontbijt. Oh, zo zielig. Het gaat niet zo goed met Mimo nog steeds. En ik heb een... Ik weet niet of ik dat verteld heb. Een brouwsel gemaakt van de medicatie en water en natvoer wat ik helemaal fijn heb gemaakt. En dat geven we er nu in de hoop dat het beter gaat. Omdat ze de medicatie ook in niet moet. Maar het ging net een beetje met geven over mijn shirt. Dus ik moet even een ander shirt gaan kiezen. Ken je dat? Want dan wist je niet wat je aan wilde doen. Dan heb je eindelijk aangekleed en dan moet je wat anders pakken. En dan weet je niet meer wat je aan wil. Ik denk dat ik gewoon even een simpel zwart shirtje dan maar neem. Het is onverwachts echt lekkerder dan we hadden gedacht. Dus we steken zo toch nog even de barbecue aan. Dat was eigenlijk de bedoeling voor morgen. Maar morgen is een wat drukkere dag voor ons allebei. Dus ja, we moeten even afwachten of dat gaat. Dus ja, dan weten we in ieder geval dat het nu toch lukt. Maar het zou maar 16 graden worden. Maar het is best nog wel warm. Ja. Dus ja. En nog even lekker barbecue. En dan is gelijk... Alles uit mijn vriezer wat ik nog heb. Dat is ook wel prettig. Want dan hoop ik dat ik die morgen al kan ontbijten. Dat zou echt mega fijn zijn. Oh, ik ga nog even voor Milan zorgen. Dat houdt me best wel veel bezig. Want echt, ze voelt zich nu zo beroerd. Dat ze eigenlijk niks zelf meer kan. En ik moet kijken, want ik weet dat er verder niks meer aan te doen is. We zijn natuurlijk pas al een paar keer bij de dierenarts geweest. Dus ja... Het is gewoon even afwachten of er nog vooruitgang in zit. En anders... daar gaan we het gewoon nog niet eens over hebben nu. Oh, kijk, ze is zo zielig. En dan geeft heel veel vocht, maar ze droogt toch uit. Het is echt sneu. Hè? Miemiel. Even schoonmaken zo weer, hè? Ja. En ze is wel echt heel erg aan het knuffelen. Ze is zo lief. Sarah ligt net op bed en ik zie zomaar, terwijl ik naar beneden kom, deze film beginnen. En dit is The Terminal. Als je deze film niet gezien hebt, echt, ik vond dit een van de leukste films die ik ooit heb gezien. Echt, een beetje komisch, een beetje drama, maar ik weet niet. Het is wel een van mijn lievelingsfilms, dus kijk hem! En ondertussen gezond snacken. Blijft een leuke film en ik heb in de reclamehoofd geëdit... Dus mijn vlog staat nu te renderen. En ik heb weer eens honger. Maar ik ga druifjes eten. Want ik wil gewoon niet weer allemaal ongezonde dingen gaan eten. Dat heb ik echt te veel gedaan de afgelopen tijd. Een beetje uit verveling, zeg maar. Dus en Mimo gaat nog steeds niet heel lekker. Echt sneu. Dus zo voor ik naar bed ga, ga ik nog even kijken of ik er nog wat eten en drinken in krijg. En dan hopen dat ze de nacht haalt en dat ze zich morgen beter voelt. Het is wel belangrijk dat ze zich ook beter voelt. Want ja, anders is er ook geen houden meer aan. En ik ga daar geen lijdensweg door laten gaan. Ik weet wat er met haar is en wat er, ja, ik weet wat ik kan doen. En als dat niet helpt, is het ook gewoon echt heel zielig voor haar. Want ja, ze ligt er zo sneu bij de hele dag. Ze vindt het wel heel fijn als ze aandacht krijgt, gelukkig. Dus dat scheelt. Ik ga mijn druiven wassen. Dat gaat me niet lukken met één hand. Oh, ik ben nog even mijn Mimo aan het knuffelen. En die is zo donker dat jullie die niet eens zien. En ze is zo zielig. En ze wil me niet. Ja, Mimo.
Ik heb wel het gevoel dat ze zich ietsjes beter voelt. Maar, kom maar. Hoi, kom dan. Maar het houdt niet over helaas. Hoi, maar je bent wel zo aan het knuffelen. Je hoort het piepje en je wil weg zijn. Nou, je bent zo liefie, hè. Zo sneu. Ja. Hi. Ja, zeg maar hallo allemaal. Nee, zo echt niet. Het is wel laat, dus ik ga mijn bedje weer in. Ik wil weer bedanken voor het kijken. Vergeet je natuurlijk niet te abonneren en een duimpje achter te laten. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei.